Welkom in het derde deel van onze filmpjes over de gesloten waskringloop. Hoe gaan we nu van deze mooie blokjes prachtige waswafels maken? Die we dan waswafelen op de waswafeldagen en dan inbrengen in onze raampjes die de bijen met plezier zullen opwerken tot prachtige raten, volledig vrij van residuen. Die draadjes zijn mooi opgespannen en zijn klaar om ingesmolten te worden. Een eerste vereiste om waswafels in te smelten is dat de waswafel op kamertemperatuur is. En dan is hij flexibel. Hoe buigbaar? Is hij koud? Dan is hij heel broos en zal hij gemakkelijk breken. We nemen onze waswafel, we leggen het op de draadjes en we blijven een heel klein beetje van de onderkant. Doen we dat niet, dan kan het gebeuren dat de was een klein beetje zal golven. We kunnen onze waswafel insmelten met de transformator, te koop in de bijendeelthandelaar, of je kan ook een oude transfo uit de computer of zo gebruiken. Imkers en knutselaars, die kunnen daar wel weg mee. Je ziet dus, als je het tegen elkaar brengt, komt de stroom erop. We plaatsen de pinnen erop en het draadje zal warm krijgen en langzaam in de waswafel smelten. Je houdt dat, je ziet het dan al komen ze. Je kan eventueel een klein beetje meehelpen. En klaar is Kees. Ook onze bevruchtingskastjes moeten voorzien worden van nieuwe waswafeltjes. Maar daar hebben we geen bedraden raampjes. Bij het kielerke hebben we gewoon een topplatje met een spleet in. Ik heb hier al een stukje was klaargelegd. Je probeert dat in dat spleetje te krijgen. Maar dat is niet voldoende. Hoe krijgen we dat nu deftig vast? Simpel, de waskaars. Je houdt de waskaars een beetje schuin en je laat de druppeltjes naar beneden vallen. Het strookje was zit heel stevig in de toplat. Heb je geen waskaars, dan kan je vlug eentje zelf maken. Neem ervoor een stukje katoendraad, gevonden in de naaidoos van mijn echtgenote. En neem een waswafel. En voilà, we hebben op 1, 2, 3 een eigen waskaars gemaakt.
En dat geven we dan terug aan de bijen die daar dan prachtige wasraten van maken.